Nou, de wapenfeiten gaan praten. Omdat je hebt veel schreeuwers die aan de kant staan. Maar de Surinaamse bevolking ziet ook wat er gaande is. Dezelfde mensen die hadden afgekeurd stabiliteit, die de keiharde maatregelen van New Front hadden afgekeurd, die hadden aangegeven dat DDB kon de poor government take, hebben in 10 jaar tijd dat niet kunnen doen. In tegenstelling hebben ze juist die financiële stabiliteit die ze over hebben genomen van regering Venetiaan kunnen gebruiken. Ja, om een sociale inhaalslag te maken. Er was geld, er was alles. Wat krijgen we nu? Dezezelfde mensen die ons in deze situatie hebben gebracht, praten over je een beter Suriname bieden. Wel, ga naar wat de VHP gedaan heeft. De VHP heeft ervoor gezorgd dat we geen geld meer lenen om salarissen te betalen. De VHP heeft ervoor gezorgd dat die economie niet meer in een vrijval is. De VHP heeft ervoor gezorgd dat die landbouwer of die persoon die zijn klein kavel had waarop hij tuinbouw deed, tot 2,5 hectare, dat die nu zekerheid heeft gehad. Ik kan converteren en meer dan 45 miljoen SRD is al in de staatskas gekomen voor conversie. Dus begrijpt u goed, de VHP heeft wapenfeiten voor mensen die een toekomst tegemoet zien. De maatregelen die de VHP getroffen heeft in deze regering, zijn niet alleen bedoeld voor de gebieden waar VHP'ers wonen. Wanneer de minister Seudin ervoor zorgt dat in het verre binnenland mensen ook landbouwgereedschappen, landbouwmateriaal, landbouwfonds te krijgen. Dat geeft dat aan die gedachtegang van de VHP. Nu hoor ik politieke partijen praten over inclusiviteit. De VHP heeft altijd die inclusiviteit gehad. Dus op basis van het nieuw kiesstelsel, waar elke stem even zwaar meetelt, dan weet ik dat de VHP sterk uit de bus komt. Omdat zelfs dat een ontwikkeling is die de VHP heeft helpen brengen. Vergeet niet, er waren 2 DNA-lieden die het kiesvoorstel hebben ingediend voor landelijke evenredigheid. Dat waren 2 VHP'ers. Dus wanneer men de wapenfeiten nagaat, dan ziet men wat de VHP allemaal betekent heeft. En natuurlijk, we zijn er nog niet. Maar we moeten doorgaan met die hervormingen om te komen voor een beter Suriname. Komt VHP terug met meer of minder dan de 20 zetels? Nou, ik ga u zeggen, de vergaderingen spreken boekdelen. Desondanks er zoveel antipathie gecreëerd wordt tegen de VHP, zijn er nu al mensen die zoeken naar vlaggen en truien. Nu al zoeken mensen naar vlaggen en truien. Dus ik geloof zeker dat de VHP beter uit de bus komt dan 20 zetels. Als we die 27, 26 of 28 halen, dat gaat het volk bepalen. Maar het volk heeft gezien waarvoor de VHP staat. En het volk merkt ook dat wanneer je politieke partijen hebt waarmee je een coalitie vormt, die niet dezelfde denkwijze, niet dezelfde drive hebben, niet dezelfde inzicht hebben, dat dat vaak tot vertraging leidt. Dus wanneer we sneller zaken opgelost willen hebben, dan moeten we het anders doen door ervoor te zorgen dat de VHP genoeg zetels heeft om het werk te kunnen trekken. Komt Cedric wederom op een lijst van de VHP? Nou, dus... Deze vraag is een grappige vraag, want iemand vroeg me, ja, kom je terug, want dadelijk die dode de mannen stemt op. Iemand dacht, onthou was aan. Ik was geen parlementariër en ik heb in 2020 meegedaan met de verkiezing waarbij we geen campagne hebben kunnen voeren. Ik althans niet, COVID, u weet het. Maar ik heb toen als kandidaat 1648 stemmen gehad. Meer dan de gewezen vicevoorzitter van DNA toen, meer dan de gewezen minister Permisser. Meer dan de gewezen minister Sang, meer dan mijn goede vriend Moustadja. Dus als nieuweling in de politiek heb ik 4 toppers van de NDP in mijn zak gezet. Ze moeten hopen dat de VHP